Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij F1 2010 Carré Mode. We gaan vandaag verder voor aflevering nummer 24 alweer, ronde nummer 5 van het seizoen 2. Maar heb je die vorige race in China gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtsboven in dat i'tje, klik erop en dan zie jij natuurlijk die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Gewoon even doen, abonneer nou voor meer. Wekelijkse Formule 1 content en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er verbeterd kan worden op de video zelf. En volg me ook even op de sociale media, @GNandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. De vorige race in China verliep erg goed. We wonnen daar weer de wedstrijd. Barrichello pakte gewoon weer goede punten voor ons. Dus we staan er wel goed voor, zowel coureurs als constructeurskampioenschap. De vraag is, kunnen wij dat in Barcelona gaan voortzetten? Ik ben heel benieuwd. In de race is er in ieder geval regen voorspeld. Dat was dus een spoiler alert. En hopen ja, dat we het rest van het seizoen zo kunnen gaan domineren namelijk. Hey legend, great win last race. Well done. Dat klinkt ook echt heel overtuigend, hè? Hey legend, great win last race, well done! Maar goed, ja, gewonnen dus in de vorige wedstrijd. 100 punten dus en hebben 46 punten voorsprong op Fernando Alonso. Die wil hier revanche gaan nemen voor zijn thuispubliek. Rosberg naar P3 in het klassement. Button zit hem op de hielen. En ja, Heikki Kovalainen pakt gewoon voor Lotus de 8e plek in het constructeurskampioenschap door die goede race in China waar hij 4e werd. Maar nu is het tijd voor Spanje. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie hier in Barcelona. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Lekker droog weer op de softbanden. Gaan wij deze ronden laten noteren. Kijken of dit ook goed genoeg is om door te kunnen komen voor de pole. Want dit is een korte kwalificatie. Je hebt hier meerdere keren dat je de baan op kan. Omdat er ongeveer 15 minuten op de klok zijn. Bij het laatste gedeelte komen wij aan. En dan is het kijken wat deze rondetijd wordt. En dat wordt een 1:23.9. Voorlopig de pole position. En nog ongeveer 1,5 minuut op de klok zat daar even Rubens Barrichello in de weg voor mijn tweede run. Hopelijk dat dat niet al te veel last heeft gebracht. De curbstones zijn hier wel veel hoger dan in F1 2021. Die zijn meer platter gemaakt. En nog ongeveer een minuut op de klok zijn 2/10 langzamer. De vlag hangt over ongeveer 10 seconden uit. De auto daar bijna verloren en deze run was het gewoon niet waard. En wij noteren een 1:25.7 en de vlag hangt uit. Jazeker, de vlag hangt uit. We moeten dus deze run zien af te maken als dat kan. En gaan er nu gewoon alles voor geven. Wordt dit een verbetering? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Nee, het wordt geen verbetering, maar wel de pole position voor de thuisheld. Staan wij dus goed gedaan. Is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 24. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de garage. Vertrekken naar pole position hier in de verregende race. 46% kans op neerslag en die is dus gevallen hier in Barcelona. Starten op de intermediates en gaan hierop ook blijven rijden. Dat zeg ik niet goed. Goed, boeien.
En dan gaan we gewoon beginnen voor de wedstrijd. Voor aflevering nummer 24 van F1 2010 Carré Mode. Ik verwacht er veel van, zeker in deze natte omstandigheden. Podiumfinish dit weekend weer voor de baas. De lampen zijn uit en we zijn onderweg in deze grote prijs van Spanje. Op het natte circuit van Barcelona, Catalonia. En Alonso is al beter weg, maar wordt geblokkeerd. Button kan daarvan profiteren. We moeten echt rekening houden met de jongens achter mij, want die zijn vele malen sneller. Druppels beginnen nu ook op de lens te vallen. En een flinke spray in het zicht van Button. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Daar iets te krapjes die bocht genomen, maar Button zit te ver weg. Het gat is al groter geworden. Heel groot. En Button is 3,5 seconden langzamer. Die noteert een 1.29.7 ongeveer. En nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. De lucht is niet donker, het is gewoon bewolkt met wat druppels op het circuit. Dus niet echt dat er op full wet moet worden gereden. Hopelijk dat de baan misschien opdroogt, je weet het maar nooit. Hamilton op P3, Alonso naar P4 en we zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als wij 3/10 langzamer zijn in sector 2. En het gat naar Button is groot geworden. We zitten in ronde nummer 8. Er is niet zoveel gebeurd in de rondes. Alonso op P4. Ik heb geen flauw idee waar mijn teamgenoot rijdt. Ik denk in de punten, hoop ik. Beide is nog steeds aan de leiding. En nog steeds is die baan nat. Dus de baan droogt niet op. Er valt geen regen, alleen maar een nat circuit. En nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Dan zit deze grote prijs er alweer op. Dan gaan we ons voorbereiden op Monaco. Kijken wat dat dan gaat worden. Vorig seizoen vielen wij uit door de regen. Dus hopelijk kunnen we dan die wedstrijd wel gaan winnen. En we zitten alweer in ronde nummer 12. Het gaat lekker hard. Er is niet te veel gebeurd in de afgelopen rondes. Wel komen wij hier achterblijvers tegen. Ik denk Lucas Di Grassi. De engineer zegt ook, de auto voor je is een ronde down. Hij moet je voorbij laten. Hij zou je voorbij moeten laten. Duik in de slipstream van Timo Glock. Di Grassi, wat doe je jongen? Hij wil daar Senna aanvallen. Alleen wij zitten aan die buitenkant. Dus wat hij daar deed was niet zo slim. Jammer is dat hier de AI kent hier geen blauwe vlaggen in het spel. Dus het kan soms wel lastig zijn om er voorbij te gaan. Terwijl we trouwens in de laatste ronde van de wedstrijd zitten. Button gaat naar het podium. Hamilton gaat naar het podium. Alonso eraf geduwd van P2 naar P4. En dat vindt hij echt niet fijn. Geen Spanjaard op het podium. Wel een Nederlander en 2 Britten. Geen flauw idee wat de engineer zegt. Wel zien wij daar nog een achterblijver. Wie is dat? Geen flauw idee. Ik heb echt geen flauw idee wie dat is. Is dat Trulli? Dat is Trulli. Jarno Trulli rijdt daar. Rijdt hij op de softbanden? Nee toch? Kan ik dat zo zien? Rijdt hij op de Intish? Hij rijdt op de Intish. En dan kijken we hier aan de binnenkant. Wil Trulli daar gewoon insturen? Doet hij ook gewoon. Terwijl hij op een ronde wordt gezet. Maar wij passeren hem mooi. Goed gedaan. En deze wedstrijd zit er alweer op. Op naar de volgende race in Monaco.
drive! Great drive! You've dominated the whole weekend! Paul and the race win! Fantastic! Wij winnen hierbij dan dus de Grote Prijs van Spanje. 5 overwinningen dit seizoen behaald in de eerste 5 races. Hamilton op P3. Button op P2. Alonso stelt teleur. Van P2 naar P4. Jammer, komt ongeveer 18e tekort voor een podium. Massa P5. Soetil 6, knap gedaan. Vettel 7. Barrichello toch weer naar de punten, hè. Goed gedaan, hoor. Van P12 naar P8. Doet hij goed. Doet hij echt goed. Hopelijk dat hij in Monaco er ook bij zit. We hebben helaas P9, Liuzzi, P10 en Petrov mist weer een punt. Alguersuari en De La Rosa stellen teleur voor het thuispubliek. Schumacher stelt enorm teleur en Rosberg ook. Jammer. Hartstikke jammer. You're still first in the Drivers' Championship. 125 punten, gescoord van de 125 een 100% score. En hebben een flink aantal voorsprong op de nummer 2. Hamilton nog steeds 10e, Barrichello P14. Moet wat beter. Alonso dus op de tweede plek wordt gevolgd door een Red Bull coureur hier. Constructeurskampioenschap. 40 punten verschil naar Ferrari. Goed hoor. Mercedes en McLaren en Red Bull knokken om P3 in het constructeurskampioenschap. Maar dat interesseert ons helemaal niks. Ik ga hierbij de video afsluiten en afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien? Beloon het dan met de abonneerknop. Druk daar gewoon op en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering meer van me mist. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me ook even op de sociale media. @GianandSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op dit kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.